Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag heb ik eindelijk weer eens een favoriete video voor jullie. En zoals sommigen van jullie die mij echt al heel lang volgen misschien weten, is dat ik ooit favorieten van de maand video's maakte. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt omdat ik merkte dat ik het zelf niet zo boeiend vond om te doen. En omdat ik merkte dat de video's niet heel goed bekeken werden. Maar ik heb weer een aantal favorieten voor jullie opgespaard. En het leek me wel leuk om die aan jullie te laten zien in deze video. Het zijn wel beauty, fashion en lifestyle favorieten. Dus doe vast even een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen met de video. Ik ga beginnen met een lifestyle favoriet en dat is mijn nieuwe vlogcamera. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben opgemerkt, heb ik tegenwoordig weekvlogs iedere week online gezet. En dat maak ik allemaal met deze Canon G7X. Ik heb ook een unboxing video hiervan gemaakt, die zal ik even hierboven linken voor jullie. Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Hij heeft dus een kantelbaar schermpje, die kan ook nog zo gekanteld worden dat je zeg maar boven je kan filmen. En ja, de kwaliteit is gewoon echt top. Hij werkt echt prachtig. De belichting is goed. Ja, ik ben hier heel erg blij mee. En hier maak ik dus al mijn weekvlogs mee. Dus ik gebruik hem ook echt dagelijks. Dus ja, zeker een favoriet van de afgelopen tijd. In mijn weekvlogs hebben jullie waarschijnlijk ook al wel kunnen zien dat ik ben begonnen met een bullet journal. En mijn bullet journal zelf is ook echt een favoriet. Dit is een Leuchtturm 1917 bullet journal met ook echt gestipte pagina's. Zoals je misschien kunt zien. Ik ben er in ieder geval echt heel blij mee. Ik ben echt al best wel veel ermee bezig, zoals je kunt zien. Ik heb als het goed is al een video online staan met mijn bullet journal. En anders kun je hem ook zien in mijn weekvlogs. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. Bij dat bullet journal kocht ik ook een heleboel pennen en stiften, dat soort dingen. En deze zijn allemaal van Faber-Castell. Een best wel luxe merk. Ik merk ook echt dat de kwaliteit echt heel erg goed is. Ik ben er heel erg blij mee. Ze werken echt top. Ik heb dus 6 Pitt Artist pens, de brush pens. En in pastelkleurtjes. Het zijn een blauwe, een gele, een groene, een grijze, een paarse en een roze kleur. En ik heb 6 Pitt Artist pens in black. En dan heb je dus een XS, een S, een F, M, B en C. En je kunt hier zien, het zijn dunne, iets minder dun, gewoon allemaal gewone pennen. Met verschillende diktes. Dit is zo'n Brush Artist pen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als dit. Maar dan een zwarte variant. En dit is echt een dikke variant. Die zeg maar, als je hem zo houdt is hij gewoon recht. Als je hem dik houdt is het zeg maar een ja, soort van markeerstift. Dus daarmee kan je heel toffe handlettering dingen doen. Daar ben ik ook mee aan het proberen trouwens. Handlettering. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. Ook zeker lifestyle favorieten van mij. Dan ga ik verder met fashion. En als eerste deze tas. Deze heb ik alweer een paar maanden terug mogen uitzoeken bij Duifhuizen. Ik heb hem dus gekregen, maar ik ben niet gesponsord voor deze video of iets dergelijks. Ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Ik gebruik hem dagelijks. Het is namelijk een hele mooie laptoptas van het merk Aunts & Uncles. En ik gebruik deze echt dagelijks voor school. Er kan heel veel in. Mijn MacBook Retina 15 inch past er heel erg goed in. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Er staat ook een apart artikel van op mijn blog, mocht je echt specificaties willen lezen en zo. En ik heb een What's in My Bag video gemaakt een tijdje terug. En ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Ook heb ik de afgelopen tijd deze sneakers helemaal herontdekt. Ik heb ze vorig jaar ergens gekocht, denk ik, in 2016. En eigenlijk niet zoveel gedragen, aangezien ik best wel snel blaren kreeg van deze achterkant. Die is namelijk best wel ruw. Maar ineens ben ik ze weer gaan dragen. En ja, gewoon voor een schooldag en zo heb ik er gewoon helemaal geen last van. En dan lopen ze echt prima, want ze zijn natuurlijk wel echt een Nike. Dus verder lopen ze heel erg goed. En ja, ze zijn lekker een fel kleurtje. Vind ik echt perfect voor deze tijd van het jaar. En ja, zoals jullie kunnen zien, ik hou van fel. En ja, ik ben er gewoon echt helemaal blij mee. Het zijn echt schoenen die ik er vrijwel dagelijks bij pak. Ondanks de felle kleur. Dus ja, zeker favorieten. En dan weer als laatste fashion favoriet heb ik hier een jasje. En ik zal even kijken hoe ik hem precies moet houden. Maar dit is dus een spijkerjas met van dat neppe, ja, nep leer. Ik heb deze volgens mij 2 jaar terug ergens gekocht in de aanbieding. Dus hij is niet meer te koop. Hij komt van een New Yorker. En ik denk op zich wel dat ze soortgelijke jasjes hebben op dit moment. Maar ja, ik ben er heel erg blij mee. Hij is wel gevoerd van binnen. Dus hij is zeg maar, het is een tussenjas. Niet voor de echte zomer, niet voor de winter of herfst. Maar voor nu, dat het echt iedere dag een beetje verschilt. En het begin van de dag nog koud kan zijn en in de middag juist heel warm. Is deze echt perfect. Dus ja, ik draag deze echt vrijwel iedere dag. Lekker stoer, lekker losvallend. Maar hij kan ook gewoon dicht. En ja, ik ben er heel blij mee. Jullie hebben hem in de vlogs waarschijnlijk al heel vaak zien dragen. Maar ik ben hem echt helemaal weer her aan het ontdekken. Want ik heb hem echt al een tijd niet gedragen. En nou weer vrijwel dagelijks. En dan de laatste categorie en dat is beauty. En ik ga beginnen met dit tasje. En jullie kunnen misschien al raden wat erin zit. Maar dit zijn de unicorn kwasten van Boozy Shop. Ik heb ze ook voor jullie getest in een video. Dit zijn ze echt prachtige parelmoerkleurige kwasten. En vooral deze, dus de blush kwast, de highlighter kwast, deze en de contour kwast, dus die platte. Gebruik ik echt op dagelijkse basis en ze werken heel erg fijn. Ik vind het geld helemaal waard. Deze complete set van 10 kwasten kost maar €35. Dus ja,
Ik ben hier ook heel erg blij mee. Het feit dat het ook weer mooier weer wordt, zorgt er bij mij voor dat ik ook van lipproducten aan het switchen ben. Zo heb ik dus de kleur die ik vandaag draag weer helemaal herontdekt. Dit is de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Amsterdam. En ik moet zeggen dat ik hem pas dit jaar voor het eerst echt zo durf te dragen. Want het is toch best wel een felle kleur. Maar ik vind hem heel erg tof en ik draag hem echt best wel vaak nu de laatste tijd. Dus ja, dit is echt een favoriet. Ook de kleur Bumble van Colourpop. Dit is de Ultra Matte Lip en het is helemaal eraf gesleten. Maar hij is echt top. Ik heb hem ook laten zien in mijn daily make-up routine. Maar deze vind ik ook echt passen bij het najaar. Een lekker nude, maar toch feller kleurtje. En mijn nieuwste aanwinst die ik heel erg graag draag, dat is deze. En dit is MAC Defor Danger. Bij heel veel mensen is het echt een hele donkere tint. Bij mij is het wel een rode, wat donkerdere tint, maar toch wel fel. Dus ik vind hem echt perfect voor deze tijd van het jaar. En ik draag deze ook met heel veel liefde. Jullie hebben hem ook vaak genoeg voorbij zien komen in de vlogs. Dus ja, dat is mijn derde favoriete lipproduct op het moment. Ook gebruik ik de laatste tijd weer een nieuwe mascara en dat is deze van Catrice. Dit is de Rock Couture Extreme Volume Mascara in Waterproof. Deze heb ik toen getest voor de First Impression video van de nieuwe Catrice producten en sindsdien heb ik helemaal verkocht. Ik gebruik hem echt dagelijks. Ik heb laatst zelfs een helbuil gehad met deze mascara op en je kon het gewoon niet zien aan mijn make-up. Dus wat dat betreft, hij is zeker weten waterproof. Ik heb hem vandaag ook gebruikt. Hij separeert mijn wimpers, hij geeft lengte. Hij zorgt ervoor dat ze goed zwart zijn. En hij is echt compleet waterproof. Dus ja, wat wil je nog meer van een waterproof mascara? En als laatste in deze video heb ik nog twee nagellakjes. Deze zijn allebei van Essie. Dit is de kleur Make Some Noise. En dit is de kleur All Access Pass. Een leuk blauw tintje en een leuk paars tintje. Echt hele leuke kleuren. Op dit moment heb ik trouwens een knalgele kleur van NYC op mijn nagels. Maar deze draag ik ook heel erg graag. En de reviews van al deze producten staan trouwens op mijn blog. Moet je even op mijn blog gaan kijken. Maar ja, ook echt hele leuke, lekker zomers, lentes, kleurtjes. Dus die gebruik ik ook heel graag op het moment. Dan waren dit alweer al mijn producten. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Ik ben heel erg snel er doorheen gegaan volgens mij. Maar mijn camera is bijna leeg. Dus sorry als het iets te snel is gegaan. Maar je kunt me alles nog even vragen in de reacties. Doe nog zeker even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je zeker niet te abonneren. Als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je graag terug bij mijn volgende video. Doei doei!